Goedenavond. Wie ben je? Mijn naam is Frank van Etten. Je hebt aardig wat fans mee, zie ik. Ja, ik zie het. Ja, hè? Nee, hoe lang zing je al? Ik zing al 11 jaar. En heb je al succes gehad? Ja, ik heb 11 jaar geleden scoorde ik een hit. Leven als een zigeuner heette dat liedje. Zing eens een stukje. Leven als een zigeuner, la 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 la. Ja, ik ken het, leuk. En wat ga je vanavond voor ons zingen? Ik ga de clown doen van Ben Kramer. Zenuw in zijn ogen. Oh, helemaal lekker. Zenuw in zijn ogen. Ja, ik zie je. Helemaal poppen. Ja. Hij was maar een clown. In het wit en in het rood. Hij was maar een clown. Maar nu is hij dood. Hij is wel een volkszanger. Ja. Hij lachte en sprong in het felgele licht. Zingt goed hoor. Maar onder die lach zat een droevig gezicht. De herinnering blijft. Eigen geluid. Van die clown met zijn lach. Dat vind jij, dat vind jij. Hij heeft alles gegeven. Gerard, ja. Roxy, kom op. Niemand. Ja. Weet je, nou, er nog één. Oh, nee. Danny, kom op drukken. Ik twijfel. Want er was op het einde niemand die hij verliet. Jongens, kom op. Kom, alsjeblieft. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven. Roep zuiver ook. De laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stil. Frank, dit was voor ons zo moeilijk. Zoals je weet, we hebben natuurlijk Leen op onze hot seat. Het was echt lastig, maar dat meen ik echt serieus. Jij hebt zo'n aparte sound en jij maakt het liedje ook weer zo eigen. En dat had Leen hetzelfde, maar jij hebt zo'n volkse klank. Ben je het met me eens of niet? Ja, ik vind jou eigen. Je bent een unieke persoonlijkheid. Dat is Leen ook, maar ik vind je toch verschillend van de rest. Leen is juist verschillend van de rest. Ja. En omdat je juist verschillend bent, hebben Dre en ik, heb ik gedrukt. Dankjewel. Goed, hè? Ja, ik heb gewoon gedrukt omdat ik gewoon weggeblazen werd qua stem. Dat ik dacht, jezus, ja, dit wil ik horen. Dat vind ik een volkszanger. Uit je hart, uit je tenen, gewoon zuiver knallen. Alleen mijn lieve collega Roxanne heeft niet gedrukt. En ik zou je zeggen waarom. Wij hebben Quincy op de hot seat zitten. En ik vind Quincy een hele goede zanger. Maar je zit bij hun in het team. Dus... Dankjewel. Dankjewel. Dat was op het randje. Oh, close call. Je hebt je best gedaan, hè? Okay. Meer kun je niet doen. Goed. Juist. Meer kun je niet doen. Yeah! Yeah! Oh man, dat is leuk. Ja, dat is rustig, joh. Jezus. Ja, blij. Sterke teams. Quincy zit aan de ene kant. Ja, fantastisch. Jij zit aan de andere kant. En nu blijven zitten. Ja. Dat is het enige wat je kan zeggen. Ja. We gaan binnen. Neem een lekker drankje. Dankjewel. Gaan we weer zitten. Ja. Ga er lekker in zitten. Die kant mag je op. Blij, hè? Ja,